In dit filmpje bespreken we de richting organisatie en logistiek. Organisatie en logistiek is een studierichting binnen het studiedomein economie en organisatie met een arbeidsmarktgerichte finaliteit. Dit is een praktische studierichting die gericht is op de ontwikkeling van competenties met betrekking tot onthaal, verkoop en logistieke activiteiten. In de richtingsspecifieke vorming wordt aandacht besteed aan administratieve en digitale vaardigheden, de ontwikkeling van communicatieve en sociale vaardigheden en het uitvoeren van taken met betrekking tot verwerking van goederen en winkelbeheer. In vergelijking met andere richtingen in de arbeidsmarktfinaliteit wordt in organisatie en logistiek extra aandacht besteed aan de talen. Dit zien we ook in de lessentabel, waarin zowel Engels als Frans aan bod komen. Er zijn hiervoor extra uren voorzien. Ook voor Nederland zijn er meer uren opgenomen. Per jaar worden 12 lesuren voorzien voor het richtingvak organisatie en logistiek. Leerlingen die kiezen voor de richting organisatie en logistiek zijn geïnteresseerd in de praktische werking van bedrijven. Ze zijn in staat om nauwgezet te werk te gaan en daarnaast is het ook belangrijk dat ze vriendelijk en correct zijn in de omgang. De leerlingen uit organisatie en logistiek stromen binnen onze school door naar de richting onthaal, organisatie en sales in de derde graad.